In het Zuid-Franse stadje Gap begon de eerste alpenetappe van de Tour naar Turijn. Tijdens de beklimming van de Col d'Isoire nam Valentin Huot, een Franse regionaal, de benen en hij was het die de top van deze 2600 meter hoge berg het eerst passeerde en vervolgens als eerste Italië binnenreed. Bij de bestijging van de Sestriere had Charlie Gault de leiding. Met een voorsprong van 3 minuten op het peloton bedwong hij deze derde hoge berg van de etappe. Een etappe waarin Wout Wagmans zijn gele trui afdoende verdedigde en waarvan de Italiaan De Filippis winnaar werd. In de 18e etappe van Turijn naar Grenoble, een afstand van 250 kilometer, had de karavaan bij de terugkeer in het moederland van de Tour geen last met de douane. Tijdens de beklimming van de Croix de Fer, een van de grootste obstakels van deze dag, ging het met Wout Wagmans bergafwaarts. De Spanjaard Marie Gil, die lange tijd de leiding had, moest tenslotte zwichten voor het geweld van Charlie Gaulle, die als etappewinnaar geen gebrek aan belangstelling had. Wolkowiak had nogal moeite met de van Wagmans overgenomen gele trui. In de volgende etappe van Grenoble naar Saint-Étienne trok de karavaan in gesloten formatie over de rivier de Rhône. Grote figuren van deze dag waren de Belgische wereldkampioen Stan Ockers en nummer 80 Wolkowiak. Wolkowiak slaagde erin de gele trui te behouden. De 36-jarige Ockers arriveerde als eerste in Saint-Étienne, een plaats die hij niet gauw zal vergeten. Na de tijdrit naar Lyon trok de karavaan naar Montluçon, de woonplaats van Wolkowiak, die nog steeds gele rijder was. De leuke jongen van de Tour, Roger Assenfordaire, verraste in deze voorlaatste etappe pers en publiek met een nieuw nummer en vervolgens met zijn vierde etappezege. Hier in zijn eigen stad mocht Wolkowiak de gele trui aanhouden. Montluçon, Parijs, 331 kilometer. Voor de laatste maal gaf Gaudet het sein voor vertrek. Net als zoveel andere renners geloofde Charlie Gaulle het nu verder wel. Alleen Wolkowiak moest nog op zijn tellen passen in deze lange wandelrit, waarin nummer 19, de Italiaan Nencini, met nog drie andere renners, met succes de laatste ontsnappingspoging van de ronde deed. In het Prinsenpark in Parijs ging Nencini na een felle sprint zegevierend over de eindstreep. Slechts even was er aandacht voor de Italiaanse winnaar van de laatste etappe. Maar daarna bestond er voor de enorme menigte nog maar één man, Roger Wolkowiak, de Tour Triomphator 1956. Thank you.